Yo mensen van Doe Maar Gamen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ben ik in de Doe Maar Gamen server. Het is een hele lange tijd dat ik dat gezegd heb, welkom in de Doe Maar Gamen server. Ik heb vroeger ook al een keer een survival server gehad, alleen dat liep uit tot niks. Ik had er allemaal episodes in opgenomen die nooit online kwamen om bepaalde redenen. Maar dit is dus de nieuwe Doe Maar Gamen server. Het is een vanilla survival server, met andere woorden, er mag niet in gecheat worden. Er zijn een aantal regels, zoals bijvoorbeeld de bomen volledig omhakken, elkaar niet vermoorden, niet cheaten, niet al die shit. Gewoon de basic regels, niet grieven. Ik denk dat iedereen die regels wel kent. In ieder geval, dit is dus de Doe Maar Gamen server. Nee, het is geen openbare server. Er zit inderdaad een whitelist op. Maar jullie kunnen ook in deze server komen. Wat je moet daarvoor doen, wou ik zeggen. Wat je daarvoor moet doen is even een like achterlaten op deze video. En even je Skype hier beneden in de comments laten weten. Maar naast je Skype is het ook handig om even je Minecraft naam te laten weten. Want stel je dan voor, ik denk ik wil jou in de server uitnodigen. Dan whitelist ik je en dan neem ik daarna even contact met je op via Skype. Heb je nou een Skype, mag je ook je Twitter en je Minecraft naam achterlaten. Als je maar in ieder geval even een social media platform achterlaat waar jij een account op hebt. Met je naam erbij. En natuurlijk even je Minecraft naam zodat ik je kan whitelisten. Het is eigenlijk heel simpel hoe het gaat werken met de episodes uit deze server. Offscreen ga ik ook gewoon Minecraft spelen in deze server. De bedoeling worden dat iedereen mooie bouwwerken gaat maken en dat we niet te dicht bij de spawn gaan bouwen. Er zal elke keer een nieuwe episode verschijnen van deze serie bij de 1200 likes. Met andere woorden, geen 1200 likes, geen nieuwe episode. Ben ik even heel streng. Dat is gewoon even omdat dit best wel veel tijd kost om zo'n video te maken. Want ik wil de video's hiervan lekker lang maken. Maar met andere woorden, denk jij nou van Job, ik vind het een leuke serie en ik wil hier meer van zien op Doe Maar Gamen. Het is dus ook een soort... Het is geen community server, het is meer een beetje een YouTubers, vrienden, kijkerserver. Het is maar net, je moet een beette geluk hebben om erin te komen. Alleen, ik net het natuurlijk wel pas ik zie dat jij echt op elke video reageert van deze server, is de kans natuurlijk groter dat je erin komt. Dat jij één keer deze video ziet en denkt van, hey, het lijkt me wel leuk om in de server te komen. Maar je maakt er altijd kans op, dus je kunt altijd even een like op deze video knallen en natuurlijk je Skype laten weten. Ja, ik was eigenlijk van plan om alvast even wat hout te verzamelen voordat ik ging beginnen. Alleen toen kwam ik erachter dat ik dus ook gewoon totaal geen armor shit had. Toen werd het nacht, toen ben ik doodgemaakt. Dat is heel kut wat ik ga doen. Ik ga het nu even anders aanpakken. Ik neem hout mee. En zoals ik had gezegd, er is een regel dat je de bomen helemaal moet omhakken. Waarom? Omdat anders de server vol komt te staan met onafgehakte bomen. En dat is enorm vervelend. Nogmaals, de episodes hiervan die gaan lang worden. Half uur zeker weten. Of 20 minuten aan half uur. Met andere woorden, langer dan een gemiddelde Minecraft video. Want een gemiddelde Minecraft video is meestal rond de 10 à 15 minuten. Maar omdat dit dus mijn server is, leek het mij een leuk idee om deze video's ook iets langer te maken. Laat natuurlijk even een like achter. Want ja, ik zeg het al, 1200 likes. Normaal gesproken zou ik het ook even niet zozeer in de video zetten. Maar zou ik het wel even in mijn huis zetten als ik die uiteindelijk heb. Het is dus de bedoeling dat jullie mij tips gaan geven. Dat jullie mij challenges gaan geven. Het is dus totaal iets anders dan Survival Island. Ik wou in eerste instantie een uploadrooster gaan aanhouden. Alleen... Ik weet niet, een uploadrooster geeft mij het gevoel dat ik verplicht ben om iets te doen. Want dan ben ik verplicht om te uploaden, iets bepaalds te uploaden op een bepaalde dag. Terwijl ik veel liever zeg van, nou vandaag heb ik zin om Skywars te uploaden, ga ik Skywars uploaden. Ik bedoel, het is mijn kanaal en ik wil graag doen wat ik leuk vind. En ik wil gaan uploaden wat ik leuk vind. En ik wil niet gaan uploaden op tijd en op datum. Ik vond het een leuk idee, ik dacht, nou misschien is het overzichtelijk, het werd mij aangeraden. Alleen, het voelt gewoon... niet heel fijn. En je moet denk ik toch doen waar je jezelf fijn bij voelt. Er blijven gewoon lekker veel video's komen, kan ik jullie wel verzekeren. Het is eigenlijk altijd zo, om 3 uur komt de hoofdvideo. En in het weekend komt om 2 uur de hoofdvideo. En met de hoofdvideo moet je zien dat dat een beetje een leuke, speciale video is. Niet dat de video van 5 uur niet leuk en speciaal is. Alleen de video van 5 uur is meestal Far Cry of Was. Dus zeg maar de games die geen Minecraft zijn. En we weten allemaal dat Minecraft de populairste game is. Dus vandaar. Ik heb op dit moment lekker veel hout. Ik neem het allemaal even mee. Normaal gesproken doe ik dat nooit met een wooden axe. Maar ja, ik dacht, ik heb mijn eigen regels opgesteld. En het is een beetje raar als ik die zou gaan verbreken. Dus vandaar dacht ik, nou ja, weet je wat ik doe? Ik neem gelijk even dit mee. Is het 1 boom? Ja, dit is 1 boom. Doop. Ik zie hier trouwens ook mushroom trees staan. Ga ik ook even omhakken. Dat is wel chill. Krijg ik namelijk van die mushrooms van. En dat kan ik goed gebruiken. Ik krijg ze niet. Oh ja, ik krijg ze wel. Voor de mensen denken, joh, wat heb je eraan? Dan kun je mushrooms toe van maken. Dus voor hetzelfde heb ik zo te gaan eten. Dan kan ik even nog wat mushrooms toe gaan maken voor mezelf. Dus altijd super chill. Er zullen dus verschillende soorten mensen in deze server komen. Als jij er dus ook in wil komen, is het eigenlijk vrij simpel. Laat een like achter op deze video. Ja, hoe meer je doet aan de voldoeningen. Dus zeg maar het delen op Twitter. En het toevoegen aan je favorieten en die shit. Hoe groter de kans dat je er ook daadwerkelijk in komt. Alleen als je er ook echt in wil komen, moet je niet even vergeten te abonneren, te liken. En je Minecraft naam en Skype naam hier beneden laten weten in de comments. Of een ander social media platform. Ik check het. Ja, ik check het. Ik ga kijken bij je kanaalfeed of je ook daadwerkelijk hebt geliked.
Dus probeer me niet te slim af te zijn door te zeggen dat je hebt geliked en het niet hebt gedaan. Dat merk ik. En waarom zou je dat überhaupt doen? Ik bedoel, likes maar kleine moeite. Het is niet zo dat je maar een bepaald aantal likes kan geven per maand of per dag. Dus het maakt allemaal helemaal niet uit. Zo mooi is dat. Echt een hele rare stem was dat. Ik ga in ieder geval even snel een pickaxe maken, omdat we die goed kunnen gebruiken. Als jullie het zien, is het denk ik woensdag. Alleen dat durf ik niet met zekerheid zeggen. Want soort van hetzelfde gaat uploaden kan iets later. Maar ik maak hem in ieder geval op dinsdag. En als jullie dit zien, is het zeer waarschijnlijk woensdag. Ligt er een beetje aan. Maar ja, dat maakt mij helemaal niet uit. Jullie zullen het vanzelf wel merken. Ik ga even minen. Nu we hier toch zijn. Kut, zou ik niet moeten doen. Ik zie daar een creeper. Mob shizzle zet aan. Mob weaving. Dus dat jullie dat even mogen weten. Er kan nog hele kleine lag in zitten. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Zo ja, dan heeft het ermee te maken dat ik deze server dus net heb gekocht. En als je een server net koopt, dan is je altijd nog een beetje slow en zo. Maar dan kun je dan niks aan doen. Ik denk van ik ga daar gelijk een opnemen. Zo ben ik dan ook alweer. Snap jullie? Ik vind het gewoon leuk. Ik neem even wat steen mee. Ik wist het. Ik wist het, hè jongens. Ik wist het. Hij komt hier. Sst. Hij ziet me. Oh, het zijn er twee of niet? Fuck jou. Oh nee. Oh, ik word van twee kanten beschoten. Oh nee, het zijn er echt fucking veel. Oh my god. Dus dat ik eten nodig heb. Snel. Komt hij? Hij komt. Oké, ik ben hier echt zo snel mogelijk weg. Ah, kutzo. Ik wil die big even vermoorden. Ik heb namelijk echt eten. Voor de mensen denk je, waarom dan? Ja, ik heb honger. Duh. Maar ik wil natuurlijk ook zo meteen niet doodgaan van de honger. Dat is namelijk echt zo'n dood die je gewoon niet wil hebben. En over dood gesproken, over eten. Ik heb hier dus weer wat mushrooms die ik kan krijgen. Super chill. Dat scheelt weer. Ik zat eraan te denken om er een speciale map in te gooien. Ik kon namelijk ook een amplified wereld doen of zo. Maar ik dacht, fuck it, weet je, ik doe dat gewoon niet. Ik ga gewoon voor een simpele survival wereld, omdat het dus ook vanilla is. En stel voor, ik beslis ooit om nog wat anders erin te gooien. Misschien een plugin of zo, I don't know. Ik denk het niet, want het is vanilla. Maar het kan maar zo, dan horen jullie dat vanzelf wel. Misschien ga ik hierin streamen, weet ik niet zeker. Ligt er een beetje aan. Ik ga ervan uit dat dit niet elke dag gaat komen. Ik denk gewoon, ja weet je, het is eigenlijk heel simpel. 1200 likes is de volgende dag gewoon weer. Denk ik. Tenminste, hoeft niet. Maar de kans is ja, laat ik het zo zeggen. Geen 1200 likes, geen nieuwe episode. 1200 likes is wel een nieuwe episode. Hoe de fuck simpel kan het leven zijn? Even kijken. Op dit moment 20. Fucking chill. Het wordt nacht. Maar dat vind ik niet erg. Want ik heb dus nu op dit moment enorm veel bols kan ik maken. Zo. En dan kan ik dus enorm veel mushroom stew maken. Fucking chills dat. Want dat kun je gewoon lekker eten. En dan heb je in ieder geval... Ja, ik krijg er 3 van bij. Oh, dat is zo chill, hè. Het is fucking goedkoop. En je krijgt er ook nog eens 3 van bij. Het is echt fucking chill. Wat ga ik doen? Ik ga nu lekker minen, denk ik. Ik ga eerst even mijn workbench meenemen. En dan gaan we minen. En waar ga ik mijn huisje maken? Ik weet het niet. Er is wel een belangrijke regel. En dat is dat je niet bij de span mag bouwen. Nu hoor ik veel mensen denken... Joh, waarom zou dat niet mogen? Omdat je anders een enorm lelijke span krijgt. En als er dan ooit iemand nieuw in komt, dan zit hij gelijk tussen allemaal huizen in. Dat wil ik niet. Vandaar maak ik even een mooie reis door Minecraft heen. En dan zie ik vanzelf wel waar ik uitkom. En als ik denk van, nou, dit is nou een mooi plekje voor mijn huis, dan maak ik mijn huis dus gewoon daar. Dus dit is een gekochte server. Ik heb hem in een gekocht bij Freeze Hosting. In eerste instantie was ik echt totaal ontevreden, omdat hij echt fucking langzaam was. Maar tot nu toe is het wel te doen, weet je. Het is niet perfect, maar het is te doen. Hopelijk blijft het ook even zo. En wordt het alleen maar beter. Ik zie daar sugarcane. Het is mooi om even mee te nemen, lijkt mij. Het is een beetje niet aan het laden daar. Ik neem die sugarcane ook even mee. En ik zie daar een zombie. Dat is echt heel kut. Echt even goed uitkennen wat ik doe. Zo. De mensen denken, joh, waarom neem je sugarcane mee? Omdat we zeer waarschijnlijk wel even een sugarcane farmpje willen hebben uiteindelijk. Dus kan ik beter nu alvast even wat sugarcane mee gaan nemen. Heel veel dieren hier, oh. Fucking chill. Die neem ik ook gelijk even allemaal mee. Kippen. Biggen. Oh, dat is fucking chill, jongens. Dat we hier spawnen met zoveel beesten, dat is echt perfect. En helemaal dat ik de eerste deze server ben. Er komt misschien zo meteen nog iemand online. Dat zien jullie vanzelf wel. Het is een beetje een community servertje. Zo nu en dan komen de vrienden in. Zo nu en dan komen de kijkers in. Of ze zijn er tegelijk. Het maakt me niet uit. Het is maar net wie er online zijn. En er zit dus een wide stop. Dus het is geen nut als jullie het IP weten. Dan kun je er nog niet echt wat mee. Oh my god. Over schrikken gesproken. Ik denk dat dit wel een goed idee is om hier te gaan minen. Ik ga hier dus even snel een stukje naar beneden. Ik heb namelijk geen kool. Dat is kut. Ik dacht namelijk dat ik wel kool had. Save the world. Okay, dat is te gek. Ik denk dat ik toch niet hier ga minen. Ik ga liever in een open gedeelte minen, zeg maar. Waar je dan zeg maar al kool ziet zitten. Een stuk makkelijker. Dan kan ik ook gelijk het kool meenemen. Zoals daar bijvoorbeeld zie ik kool. Dat is een cave daar. Hij laat namelijk nog niet helemaal goed. Oké, ik moet hier weg. Ik moet hier echt weg. Oh, het wordt te heet onder de voeten.
Maar het wordt echt veel te heet onder het voet. Ik ga rennen. Ik ga hier weg, jongens. Want ik zit nu met veel spullen. En ik wil zo meteen niet doodgaan. De wereld laat niet voor de volle 100%. Maar dat zal ook wel minder worden naarmate. Bij heel veel servo's heb ik wel zeg maar gehad dat het ook gelijk goed was. Bij Freeze niet. Maar misschien komt dat zo meteen wel. I don't freaking know. Ik ben in ieder geval wel blij dat ik een servertje heb. Dat is gewoon een servertje. Het is niet zozeer een hele grote server. Misschien wordt dat het nog wel. Ik weet het niet. Het is wel eigenlijk gewoon een survival server. En oh my god. Dat is gevaarlijk, jongens. Die zijn daar gevaarlijk. Dat ik hier eigenlijk wel ver genoeg zit om even te gaan minen. Hoeveel eten heb ik? Ik heb 31 porkchop. Is niet genoeg voor mij. Ik wil meer. Ik wil echt zoveel mogelijk porkchop hebben. Voor de mensen denken, joh, waarom dan? Is het dan must? Ja, het is een must. En of? Hij ziet me niet. Wel, hij ziet me. Ik ga hier gewoon naar beneden. Zo. Wat ga ik doen? Ik ga heel even kijken of ik misschien even een workbench... Ja, ik heb nog wel wat logs, dus die kan ik even hier neerzetten, die workbench. Dan ga ik heel even verder minen. En dan ga ik zo meteen hier even, even wat torsjes fixen. Die heb ik namelijk hard nodig. En dan kan ik even wat stone tools maken, want dat zou ook heel erg handig zijn. Want dat is gewoon even het begin van een survival. Ik denk dat jullie het allemaal wel kennen. Als jullie trouwens denken van, ja, Job, je moet een keer in een ander texture pack spelen, laat hier beneden weten in de comments. Misschien doe ik dat wel, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Het kan zijn dat ik morgen alweer een stukje verder ben in deze server. Ik wou zeggen serie. En server, en er komt server uit. Want ik ga dus ook offscreen spelen. Geldt ook voor de mensen die hierin komen. Ook als jij als kijker, als jij hierin komt, dan mag je ook gewoon offscreen aan de gang gaan. Je hoeft er niet voor op te nemen. Het is wel leuk als je natuurlijk zo nu dan ook even opneemt in de server. Dus met andere woorden, kijkers/YouTube. Daar is het eigenlijk voor bedoeld. 20. Kijk, dat is mooi. Hier gaat niet mijn huis komen. Ik ga mijn huis gewoon bovengrond maken. Maar dit is even een beginnetje. Zo. Nice. Oké, wat ik even ga doen. Ik ga heel even snel wat torsjes fixen. En dat geeft ook gelijk licht. En ik maak wel even wat stone tools. Dat is ook namelijk wel heel erg fijn. Hoppakee, dan begin ik even lekker bezig. Ik ben nu al een paar minuten. Ik weet niet hoe lang ik al opneem. Even kijken, 11 minuten ben ik al heel erg ver. Super chill, we gaan gewoon even lekker de 20 minuten volmaken. Zo ben ik dan ook wel... Oeh, dat is een mooie. Dat is leuk, dit. Dat is mooi. We spelen het in 1.7.4 voor de mensen die het nog niet weten. Ik denk, ik zeg het even. Ik deel het even mee. Dat is geen Nederlands. Ik mededeel het even. Dat is ook geen Nederlands, denk ik. Ik heb iron. Hé, dat is wel... Nee, dat is super chill. Ik heb het iron namelijk hard nodig voor de dingen die ik nog wil gaan bouwen. Zoals bijvoorbeeld in het begin ga ik gewoon even wat tools uiteraard. En later wil ik het misschien uit gaan breiden naar diamond. Maar dat moeten we nog even mee wachten uiteraard. We zijn net begonnen, joh. Waarom ga je nou over diamond praten? Zo. Dirt mag weg. Pijl mag weg. Rot en flesje mag weg. We zitten nu al met een volle inventaris. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hoppakee, nice. Ik ga hier gelijk even naar beneden. Maar eerst gooi ik even mijn bols weg. En ga ik weer even verder eten. Hoppakee. Zo chill, ik vind het echt super chill, mushrooms toe. Echt waar, ik vind het echt te gek. Ik gooi die bols dan wel gewoon weg, want daar heb ik echt geen ene reden. En die zijn toch fucking goedkoop. Even kijken hoor. Ja, dat dacht ik al wel. Zo. Dit is een cave, dat is chill. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook al lang gezien. Maar het is wel chill dat ik nu een cave heb gevonden in het begin van de serie. Of van deze server. Want dan kan ik gelijk al even wat ores mee smokkelen. Dat is fucking chill, dat kunnen we goed gebruiken. Ik dump hier in dit gat heel even wat spullen. Ik dump gunpowder, een veer. Dit heb ik niet echt nodig. Heb ik nog iets niet nodig? De laatste mushrooms heb ik niet echt nodig. Die bols heb ik niet echt nodig. En that's it. En dat maak ik dan even snel dicht. Ik heb deze trouwens ook niet echt nodig. En deze ook niet. En dat maak ik dan even zo dicht. En dan kan niemand daar meer bij komen. Voor de mensen denken, joh, waarom doe je dat? Omdat ik eigenlijk helemaal die spullen niet nodig heb. En dan neem ik dan alleen maar inventaris in beslag. We gaan even simpelweg wat coal minen. En dan kunnen we denk ik de volgende video. Heb ik misschien al wel een beginnetje van een huisje. Dat denk ik niet. Want ik wil het huis wel echt gaan maken in de opname. Maar dan heb ik misschien wel wat meer resources. Het is dus een vanilla server. Het is ook een beetje voor het plezier. Een beetje voor het plezier. The fuck. Het is voor de volle 100% voor het plezier. Maar. Ik ga dus offscreen niet zo lopen cheaten. Want het is ook de bedoeling dat het gewoon ja, echt 100% legit afgaat. Iedereen die cheat, die krijgt in één keer een ban. Ook al doe je het, weet ik veel. Heb je een X-ray of iets, ik weet het niet. Het is gewoon gelijk ban. Het is niet de bedoeling namelijk. En als het niet de bedoeling is, moet je er ook gewoon zorgen dat het niet gebeurt. Heel motherfucking simpel. Zo. Dit is dus eigenlijk gewoon de Doom Maar Gamer server op dit moment. Misschien komt er ooit nog een server met minigames en dan wordt dat de Doom Maar Gamer server. Maar dit is op dit moment even de Doom Maar Gamer server. En ik vind hem goed eigenlijk. Ik vind hem gewoon goed. Het is lekker survival. Lekker basic. Hou ik van. Ik hoef er ook niet al te veel shit in te zitten. Het is gewoon voor mij. En voor kijkers. En het is gewoon natuurlijk voor de serie uiteraard. Zo.
En misschien doe ik het ook wel eens gewoon dat ik een kijker eenmalig uitnodig. Dat kan ik bijvoorbeeld doen. Dat ik een keer bijvoorbeeld een nieuwe regels opstel. Bijvoorbeeld bij de 1500 likes ga ik met een kijker een episode opnemen. Met de 2000 likes doe ik een white is invite weg. Zo gaan we dat uiteindelijk een beetje aanpakken. Dat komt dan allemaal in mijn huis te hangen. Maar sowieso altijd nu, wat jullie nu al mogen weten, is bij de 1200 likes betekent gelijk nieuwe episode. Dus gewoon even liken, even delen, jongens. 1200 likes kunnen jullie makkelijk. Met Survive Island doen jullie het. Moeten jullie het hierbij ook kunnen. Gewoon even liken, even delen. En is het zo gefixt. Het is sowieso belangrijk dat je niet denkt van, oh, anderen doen het wel. Want als iedereen zo denkt, dan zou het nooit ook daadwerkelijk met 1200 likes behalen. Je moet denken, ik doe het, zodat anderen het ook doen. Ik deel het. Ik link DutchTuber erbij voor een followback en misschien voor een retweet. Ga gewoon massaal dit delen op Twitter met mij erbij gelinkt. Spam het gewoon lekker onder en dat is gewoon de shit. Zo. Dus we hebben een best wel late opname voor mij. Ik neem het op om 8:30. Nou, laat zou ik niet zeggen. Maar ik neem eigenlijk niet altijd. Ik neem meestal mijn video's altijd in de middag op. S'avonds edit ik altijd. Skelly. Mooie Skelly daar. Hoppakee. Is dit het? Ik denk het wel. Zo, wat heb ik nog bij me? 19 iron. Het was zeker weten niet verkeerd, hoor, jongens, meisje. Oh, kijk een bed. Kijk wat lief. Dood. Zo slecht. Fuck jou. Fuck jou. Ik denk dat ik hier offscreen nog een beetje verder ga minen. Dit is een mooie cave, dat kan ik jullie sowieso wel vertellen. Het is een hele mooie cave. Ik ben er heel blij mee, want het is zeg maar zo'n cave waar je echt fucking veel shizzle gaat vinden. En dat ik deze cave in het begin van de serie vind, daar ben ik echt blij mee. Dat scheelt echt heel erg. Samenwerken is niet echt de bedoeling. Het is zeg maar wel, je mag wel ruilen en zo. Je mag heus wel samen de Ender Dragon verslaan. Maar het is wel de bedoeling, om het even zo te zeggen, dat je niet samen op één gebied gaat wonen. Dat is niet leuk. Het is de bedoeling dat je een beetje individueel blijft. Pranken mag. Dus jullie gaan misschien ook nog wel pranks zien. Dat ik bijvoorbeeld samen met iemand een prank uithaal bij iemand of in mijn eentje bij iemand. Dus mensen mogen ook samen pranken tegen mij. Dat mag ook. Dus stel voor, het is uiteindelijk zo dat ik geprankt word. Ja, pranks moeten natuurlijk wel leuk blijven. Hè? Explosieven onder iemands huis doen is natuurlijk niet meer leuk. Dat mag ook niet. Pranks met TNT, die mogen sowieso. En die TNT gebruiken voor grieven mag 100% niet. Eén keer en dan ben je gelijk weer geband. Zo simpel is het. Regels zijn een beetje streng, maar dat is logisch. Zo. Hoeveel bone meal hebben we al? We hebben niet veel bone meal, wel. Ik ben helemaal Survive Island met mijn verloot in 3 soort. Dat is kut, want ik krijg nu echt fucking weinig, heb ik dan het idee. Fuck it, ik ga verder met het minen van wat iron. Of van wat kool eigenlijk. Dat heb ik namelijk hard nodig, denk ik. Ik heb sowieso alles hard nodig. Ik heb al bijna een stack met kool. Het is dus zo dat ik uiteindelijk een soort van regeltjes gemaakt. Of niet, het zijn geen regels, maar challenges. Zo kun je het noemen. Bijvoorbeeld bij de 1500 likes, zoals ik al had gezegd. Heb ik net ook al gezegd, maar ik zeg het nog even één keer voor de mensen die het niet hadden gehoord. Of voor de mensen die doorspoelen, moet je niet doen. Bijvoorbeeld bij de oh my god, oh my god, oh my god, oh my fucking god. Oh, dikke schrikmoment. Oh my motherfucking god. Jullie weten niet wat voor aanval ik nu onderga. Nee, dat is niet waar, maar ik schrok echt heel erg. Oké. Okay. Huh. Wat ik wil zeggen is het volgende. Ik ben nu alweer helemaal kwijt. Bijvoorbeeld, ik heb laatst ik heb zometeen een huis. Zometeen is het niet zometeen. Ik bedoel, ik heb over 3-4 episodes een huis. Ga ik bijvoorbeeld bordjes inhangen. Laten we dan bijvoorbeeld zeggen, bij de 1500 likes ga ik samen met een motherfucking kijker bellen. En met de 2000 likes, godver. En met de 2000 likes ga ik samen met de kijker een video in deze server opnemen. Bij de 2500 likes ga ik iemand in whitelist invite geven. Het is een voorbeeld, hè. Het is misschien helemaal niet dat like hoeveelheid, maar bijvoorbeeld. Let even een like achter als je... Dat is zo klinkt echt raar. Let even weten of je dat wil. Zodat ik dan zeg, nou ja, weet je, ik ga je niet whitelisten. Maar je mag wel een keer een episodetje meedraaien met me voor als we er zoveel likes halen. Ik pak gewoon iemand uit de comments. Dus als jullie denken, joh, dat vinden wij leuk. Dat is een leuk iets om te doen. Dat is leuk bedacht. Dan kunt u hier beneden laten weten. Zo. Fucking chill dat ik nu al gewoon een iron pickaxe heb. Dat valt me niet tegen van mezelf. Want hoe lang zijn we nu bezig? We zijn nu 18 minuutjes bezig en we hebben al een iron pickaxe. Kijk, dat vind ik awesome. Dat vind ik gewoon chill. Dat scheelt echt heel erg veel. Ik weet wel dat YouTubers, die heb je er ook tussen zitten, die gaan dan een let's play starten. En die gaan dan eerst 30 minuten een beetje durpen. Nou, daar heb ik een hekel aan. Ik wil gelijk aan de slag gaan. Ik wil gelijk resources verzamelen. Het gaat natuurlijk. Ik heb al bijna 30 XP. Of bijna 30. Ik zit al op 1/10. Of 1/3. Wat de fuck zeg ik allemaal? Ik moet niet in de avond video's knopen. Nee, dan ga ik rare dingen zeggen. Maar ik vind het super vet. Komen de livestreams van deze server? Gaan heel veel mensen misschien vragen? Ja, die komen er zeker weten. Sterker nog, misschien dit weekend nog wel. Ik weet het niet. Ligt ook een beetje aan de hoeveelheid aan likes en aan de hoeveelheid aan views. Het is een beetje een twijfel iets nog. Van hoe gaan jullie het vinden? Ik ben er allemaal nog wel een beetje zenuwachtig voor. Maar ik denk dat jullie allemaal heel erg positief hierover zijn. Maar dat kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Zo.
Ik maak even een toolsetje. Misschien verklaar je me nu als gek van, oh my god, hij maakt nu al een shovel. Wat een idioot, Job. Wat een idioot. Doe ik gewoon omdat het handig is om te hebben. Ik ga om de zoveel tijd een backup maken van deze wereld. Omdat ik mezelf ken met werelden. Gaat niet altijd goed. Dus een backup zou niet verkeerd zijn. Zo. Hoppakee. Ik moet weer even wat dingen dumpen, of niet? Oh nee, valt mee. Chill. Workbench. Ja, maar oh, ik ben dat vergeten te maken. Een bel. Dan heb ik even een basic toolsetje, zeg maar. Is nooit verkeerd om te hebben. Hoppakee. En dan hebben we in ieder geval al een beetje iets kunnen doen deze episode. Echt een beetje. We zijn eigenlijk al best wel ver gekomen voor één episode. De andere mensen die in deze server komen, die mogen ook die in gaan opnemen. Dus je kunt, het kan kloppen dat jij bijvoorbeeld ooit op YouTube een video tegenkomt van Jannes in de Doe Maar Games server. Dat kan, omdat hij dan dus gewaaid is invited. Dus jij mag hier ook gaan opnemen als je eenmaal geïnvited bent. Moet je helemaal zelf weten. Hoeft niet. Mag. Zou wel leuk zijn. En ja, dan zou het helemaal chill zijn als je even mijn link in de beschrijving zet. Maar dat ligt ook aan jou. Dat moet je helemaal zelf weten. Dat maakt mij helemaal niet uit. Het is dus geen promote server van, oh, die zit in de server. Een dikke shout-out naar die. Dus het is niet zo dat ik ook allemaal links in de beschrijving ga zetten. Dus als je erin mag, dan mag je erin. Dan ga je lekker survivalen. En dan, dat kan individueel zijn. Dat kan samen met iemand zijn. Maar zit whitelist op. Ik ben zelf wel OP. Dus ik kan natuurlijk game wat 1 doen. Maar ga ik dat doen? Nee, tuurlijk niet. Dat zou een beetje raar zijn. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Jullie begrijpen wat ik bedoel. De eerste map trouwens, wel leuk om te vertellen. Toen ik hier net in deze server kwam, dat vind ik dan wel weer een minpuntje van freeze hosting. Namelijk dat de hele map gebukt was. Dat was echt helemaal gebukt. Overal waren stukken uit. Dus ik moest eerst Velsina downloaden. Eigen map maken. Hierin brengen. Even in game mode checken of alles goed was. En toen kon ik pas beginnen met de enige echte Vanilla Survival serie. Zo irritant is dat. Als je ergens een server koopt en je moet daarna nog even alles zelf gaan regelen. Dat vind ik gewoon kut. Want bij sommige server hosters kun je gewoon gelijk gaan beginnen. Heb je geen gebukte wereld. Fucking chill. Nou, hier was het dus niet zo. Maar ja, nu doet hij het weet. Ik heb geen lag, dus ik heb eigenlijk niks te klagen nu. Net wel, nu niet. Dus dat is wel chill. Zo, ik loop nu natuurlijk wel voor op de andere mensen. Ik heb een beetje last van mijn nek die in deze server gaan komen. Ik heb soms echt, moet ik even een goede krak maken met mijn nek en dan is het over. Maar dat heb ik echt heel vaak. Dat is echt kut. Dit was het. Dit was de cave. Ik heb 2 stekjes kool. 8 iron. Dat is netjes. 8 iron en natuurlijk allemaal tools. Is niet verkeerd, sowieso niet. Ik ga nu denk ik voor het armor. Voor de mensen denken, joh, waarom ga je nu al voor armor? Nou ja, het is gewoon fijn. Beetje armor is nooit verkeerd. Het kan zijn dat ik de volgende episode gewoon weer verder ga waar ik ben gestopt. Maar er is ook een mogelijkheid dat ik gewoon weer, dat ik een stuk verder ben. Dat is eigenlijk echt een hele rare klemtoon. Een stuk verder ben. Ligt er een beetje aan in wat voor bui ik ben. Stel voor ik denk van, nou, ik vind het leuk om nu nog even in de server te gaan spelen, doe ik dat. Maar stel voor ik denk van, nou, ik heb het eigenlijk wel gezien, dan doe ik dat niet. Het is maar gewoon, weet je, deze server staat helemaal vrijwillig. Heb jij zin om erin op te nemen, moet je dat vooral doen. Heb jij geen zin om erin op te nemen, doe je dat niet. Hetzelfde geldt voor niet op nemen. Neem je niet op en wil je dan ook gewoon niet spelen erin? Hoeft ook niet, weet je. Dat maakt helemaal niet uit. Moet je helemaal zelf weten. En daarom denk ik ook van, nou, ik weet niet, misschien ga ik er vanavond nog even inspelen met iemand. I don't freaking know. Dat zijn van die dingen die weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat ik het heel erg leuk vind om dit voor jullie te kunnen doen en de mogelijkheid hebben om een Doe Maar Games servertje te draaien. En ik kan jammer genoeg echt niet iedereen erin laten. Het is namelijk maar voor 10 man op dit moment. Dus ook hetzelfde geldt voor klasgenoten en vrienden van mij als die dit misschien kijken van, ik kan niet iedereen erin laten. Dat is gewoon puur dus om het feit dat ik anders een overvolle server zou krijgen. De mensen die er dan in zitten, dat zijn mensen die me ook echt met de server in het begin al hebben geholpen. En ja, die gun ik het dan gewoon heel erg. En natuurlijk gun ik het iedereen heel erg. Alleen, dan, dat is wel zo eerlijk. Soms moet je ook wel een beetje eerlijk zijn, snap je? Klinkt raar uit mijn mond. Nee, grapje, maar jullie begrijpen het wel. Is het dag? Nou, het is dag. Perfect! Ik heb fucking veel shit. Ik zie daar nog wat biggen die ik wel even ga killen. Dat is altijd chill om te doen. Ja, nou, zoals ik al, even kijken of hij nog allemaal opneemt. Ja, nou, zoals ik al zeg, de episodes hiervan worden niet heel kort voor de mensen. Denk je, waarom niet? Omdat het dan echt zoiets, dan heb je iets om naar te kijken. En dan is het je like, zeg maar, ook echt waard, vind ik. Zeg maar, ik vraag voor 1200 likes. Best wel veel, maar ik wil dat jullie het kunnen. Dan wil ik niet met een episode van 5 minuten komen zeggen, hey, laten we de 1200 likes halen. Nou, dan wil ik ook wel echt even een lekker lang episodetje voor jullie er doorheen knallen. En dat het ook echt de 1200 likes waard is. Laten we zeggen 25 minuten voor deze episode. Misschien de volgende episode een kwartiertje. Daarna misschien een keer een half uur. En misschien zit er wel een keer een video van 40 minuten bij. En misschien een keer een livestream. Het is maar net hoe jullie daarna kijken, weet je. Dus ik vind het in ieder geval fucking leuk. Maar een uploadstream wordt het niet. Trouwens, voor de mensen die denken, Job, heb je nou weer een serie erbij? Job speelt minigames, gaat waarschijnlijk stoppen. Of Hunger Games, ik zit te twijfelen. Of Job speelt minigames gaat stoppen, of de Hunger Games. Ik denk de Hunger Games na een paar episodes. En dan gaan we gewoon met Job speelt minigames, de Hunger Games en andere minigames spelen. En dan gaat deze deze serie daarvoor in vervanging komen. Dat is ook een beetje de reden waarom ik deze serie start. Omdat ik wist dat er ook uiteindelijk nog series weg zouden gaan. Kleine spike lag heeft er dus mee te maken. Omdat deze server nog een beetje aan het reloaden is. Dat begrijpen jullie denk ik allemaal wel. Omdat hij dus net nieuw is. Dat is ook weer nieuwe. We hebben nu fucking veel pork chop.
Dat is niet verkeerd. Ja, jongens, bedankt voor het kijken. Laat even een like achter als je dit leuk vond. Ik ga misschien offscreen hier wel even inkijken. Of misschien de volgende video wel. Ik vind het wel een vette map trouwens, hoor. Ik ga even kijken hoe dat zit met de Wender Distance. Ik vind het echt een chille map. Even serious. Ik vind het een hele... Kijk, hij is lekker smooth. Ik vind het een zeer chille map. Hij heeft lekker verschillende soorten biomes. Dat is een hele grote berg. Koeien zitten hier. Zit hier in ijs. Zitten ook kippen. Fucking chill. Jongens, bedankt voor het kijken. Laat een like achter. 1200 likes betekent een nieuwe episode van de Doe Maar Gamer server. Dus vergeet niet even een like te knallen op deze episode. Ik hoop in ieder geval dat jullie het weer leuk vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe episode hier in de Doe Maar Gamer server. Wil jij in deze Doe Maar Gamer server komen? Laat een like achter. Abonneer op Doe Maar Gamer. Deel deze video even via Twitter met mij erbij gelinkt. @DutchTuber. Ja, hoe vaak je hem deelt, hoe vaak je liked, hoe meer reacties achterlaat, hoe meer kans. Minecraft naam en een social media naam, oftewel platform. En 1200 likes is nieuw. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik zeg ciao.